leven is gewoon anders. Dat is misschien het meest bijzondere op zich. Maar in het begin was het echt alle hens aan dek. Er is een wereld die op zijn kop staat. Ik weet nog heel goed dat ik eigenlijk gewoon in bed lag en opeens mail kreeg van hey, de universiteiten zijn dicht. Ja, begin maart kreeg ik het verzoek of ik namens het facilitair bedrijf een cohortafdeling kon maken. Mensen moesten bereid zijn om op de cohorts te komen werken. Er was op een of andere manier ook wel een positieve vibe, zoiets van we gaan dit gewoon doen met z'n allen. Toen de coronacrisis uitbrak, werd onderzoek flink afgeschaald. Veel mensen werden naar huis gestuurd. Er bleef nog maar een heel klein clubje mensen over die de noodzakelijke dingen moesten laten draaien. Dus we waren met een heel klein team. Ik had nog net mijn laptop wel van werk meegenomen. Dus ik kon meteen vanaf mijn eerste werkdag wel thuis meteen opstarten. Maar dat was wel een rare gewaarwording. Ik had mijn plant bijvoorbeeld geen water meer gegeven. Er kwamen iedere keer weer nieuwe vraagstukken op ons af. Ja, waar we dan vorm aan moesten geven, waar wij ook geen draaiboek voor hadden liggen hoe dat precies moest. Dat moesten we met elkaar uitzoeken. Kijk, ik vind het natuurlijk hartstikke heftig dat ik meerdere jonge patiënten naar de IC heb moeten sturen. Dat blijft me zeker bij, maar... Of die zijn overleden. Of letterlijk, er zijn mensen waarvan ik hun hand heb vastgehouden die met mijn hand zijn overleden. Ja, natuurlijk blijft me dat bij. En daar raak ik ook een soort van aan gewend. Wij als facilitair bedrijf echt hebben kunnen leren van deze coronacrisis, is dat wat onze rol is in huis, wat wij bijdragen en hoe belangrijk het is om nauw te kunnen samenwerken met mensen uit de zorg, maar ook met mensen uit de andere directies, om werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Dat is ook echt waarvan ik hoop dat we het ook gaan behouden in de toekomst. Als je naar het UMC of naar de Universiteit Utrecht kijkt, hoe ze de coronacrisis hebben aangepakt, dan denk ik eigenlijk wel dat je echt kan zeggen dat ze alles doen wat ze kunnen. Ik vond het best wel hartverwarmend, de briefjes en de dingen die het UMC opstuurde om het personeel een hart onder de riem te steken. Dat vond ik wel heel mooi. We zijn gewoon sterk met z'n allen. We staan voor onze patiënten klaar, ondanks we het niet het personeel ervoor hebben, maar wel, we willen gewoon wel dat iedereen de juiste zorg krijgt. En daar doen we wel eigenlijk alles voor. Ja, we hebben echt wel geleerd dat we samen sterker zijn dan één. Ik denk dat we echt terugkijken naar een zware periode. En hopelijk denken we van, gelukkig hebben we nu echt helemaal geen last meer van. Als de crisis voorbij is, dan nodig ik iedereen bij mij thuis. Ik heb een grote tuin. En dan steken we de open haard aan en barbecues. En dan wijntjes mag iedereen erbij. Een wijntje en een biertje erbij. En dan mag iedereen gewoon naast elkaar zittend in de tuin bij mij. Genieten en er lachend op terugkijken. Precies.